Hallo, Miss Sims hier en welkom bij Let's Play The Sims 3. Oeh, levensweg. Vandaag gaat Kate eindelijk terug aan het werk. Woehoe! En dit is de eerste keer in het nieuwe huis. En sinds dat Eden geboren is. Als ze zou willen opstaan, natuurlijk. Hoi, Pertjemze. Oh ja, ik heb het huis gedecoreerd. Ik heb gewoon een kerstboom neergezet voor de feestdagen. Oh, ik heb nog veel eten. Oké. Eens zien, hebben we klikjes. Tem zie je niet naar boven gaan. Oh, maar we hebben veel klikjes. Eet maar pannenkoeken, waarom nu? Tem zie je, kom naar hier. Waarom moet je cheese suiker maken? Dat is voor niks nodig. Absoluut voor niks. Absoluut voor niks nodig. Dank u, Tem zie. Kate maakt zich klaar voor de eerste dag werk. Vernietiging. Wat wil je? Rondrennen. Waarom doe je dat niet? Doe, niet. Dat was grappig. Rondrennen. Floep, floep. Zo ze. Veel plezier, Tamsie. De krant ligt in de weg van jouw rondrennen. Pak dan een andere route. Nee. Je gaat Chase niet wakker maken. Hier, ga maar wat kabel. Want Chase kan gerust wat langer slapen. Als hij wakker is, kan hij. Waarom weet jij geen framboze taartje? En maak je klaar daarna. Oh, nee. Zo. Kate. Doe wat kleren aan. Waarom heb je een bril om te werken? Dat is niet logisch. Je bent een kinderopvang. Is het om meer autoriteit op de uit te stralen? Oké, over een uur zouden de Peters moeten komen. Ik weet ook niet hoeveel we hebben. Het zijn twee. Krijgen we er dan drie? Of krijgen we dan twee? Ik zou het echt niet meer weten. Hoe is het met jouw maatje? Niks. Oh, ik dacht letterlijk dat Eden al zin. Nee, die is nog niet zinnelijk. Laat maar. Ik snap het gewoon niet. Oeh, glitchy. Sorry dat eten zo traag gelaten al. En dat het wel zo glitchy is. Het is al lang geleden dat ik op de 3. Ah, oké. Sorry, als dat staat aan. Oké. Dag Tony. Oh. Het is al even heel waar. Hoe schattig. Kijk nu. Zie je nu? Schattig. Kom toch binnen. Oké, dus we hebben drie peuters waar we voor moeten zorgen. Ja, kom gewoon binnen. Ja, ze kunt er niet buiten zitten. Dat zou vreselijk zijn. Jij hebt honger. Oké. Op de grond eten. Maar ja, ook honger. Geven jullie je kinderen geen eten? Ik bedoel. Oh, ben je een vieze? Oké. Eerst de vieze laar verschonen. En dan blijven we hier op de grond eten geven. Voilà. Oh, wauw. Mooi. Moet van glitchen houden. Tessel is een rare naam, om eerlijk te zijn. Ja, tuurlijk. Daarmee dat je kinderen in een kinderdagverblijf. Omdat jullie ergens anders moeten zijn. Letterlijk. Het is net alsof jullie op bezoek waren. Christian, ik moet zeggen, je haar is prachtig. Echt waar. De zwevende look. Prachtig.
Oh nee, tot zee nou voor 4 punten. Dus sorry, ik was helemaal Eden vergeten. Eden toch? Knuffelen. Nee, we gaan wel Eden snel maken, maar dat is oké. Okay. Ga dat kind nu nog oppakken of hoe zit het eigenlijk? Dank u. Oh, de laar verschonen was niet nodig. Oké. Kom kind, stop met dat spelen. Ja, kom maar naar hier. Hup. Oké. Misschien dat jij... Dit is echt heel druk. Laars gaan verschonen naar jij naar Eden kan gaan. Eden, papa komt eraan. Ja, sorry jongen. Knuffelen. Maak je niet zo'n druk. Oh ja. Allah is drie. Dan maak je toch niet zo druk, jongen. Allee, pak Eden op. Eden zinnelijk maken, dan is dat ook al een beetje gebeurd. Zo. Daarna mag je een kinderstoel zetten en dan krijg je ook een beetje eten hoor, jongen. Ik weet het, je hebt honger. Weg. Zo. Niet bij Joes. Moet er geen balkje boven komen? Of ben je letterlijk? Je bent toch niet zinnelijk? Wel? Nee toch? Nee toch? Nee, zie. Waarom kwam er geen balkje boven? Dat is een rare iets. Oké, vies laar was vallen. Oké. Meer laten zien. Oké. Ik ga dat kind zo naar fietsen, want dat ziet er echt niet uit. Kinderen makeovers geven. Woehoe. Oh. Sim aanpassen en sim creëren, want dat... is vervelend om op te kijken. Ben jij een jongen? Oh, je bent een meisje? Oeh, sorry. Ik dacht echt dat jij gewoon was. Oh, arm kindje toch. Lost hij dat op? Ja, oké. Oeh. Oh, dat is schattig. Oké, okay. Waarom zit ik hier gezorgd? Ik vind het schattig. Dan mag je als haar hebben. Zo. Nu zal je haar niet meer glitchen. Dat is misschien wel beter voor mijn spel. Wauw, ons huis laat indrukwekkend snel. Eden kan vliegen, woehoe! Allee, geef hem wat eten. Allee, geef je kind eten. Super. Voordat we voedsel opruimen. Recyclen. 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 Oké, super. Zo, dat gaat meer naar zin. Wij gaan... de tv aanzetten. We moeten kijken zeker. Hallo. Kijk even tv.
Stappen naar de jeugdhoek. En dan nu maar kijken. Wat we nog wel aanzetten. Voilà. De jeugdhoek staat ook aan. Heb je nu nog altijd niet die luier verschoond? Wil alsjeblieft de luier verschonen. Alsjeblieft. Misschien denk ik, jij kan leren lopen. Oké, ik ga even de installing van dit veranderen. Het is heel vervelend. Wel, wel uitgang. Alle verhalen aangepast. Vrienden, ga uitzetten. Oké. Ja, dank je. Is ie. Oké. Voilà. Super. Dat zou al moeten helpen. Allee, hup. Dat we je luier kunnen verschonen. Je hebt echt geen vrienden meer. Of zou je bloed van? Oké. Je moet gaan werken. Zonder uithalen, dat is vriendelijk dat je dat doet. Beetje honger. Op de grond eten geven. Wat zijn andere kinderen? Oh, okay. Waarom hebben jullie altijd honger? Waar is er mis aan jullie? Ook honger. Waar is onze zon? Eden! Oeh, ik was dat altijd. Eden! Oké, cheese. Wat kan jij doen? Je mag al hard werken. Ja, bent u in een goede mood. Kom aan, iedereen. Het huis wordt letterlijk niet laden. Ik weet niet wat dat is met mijn texturen tegenwoordig. Geen idee. Je nou wat mee aan het doen. Voor mij niks leuk doen. Staan mijn opties nog wel? Soms durf ik al eens. Ja, voilà, dat dacht ik al. Had jij geen honger? Ja. Op de grond eten hier. Ja, er is niet zo heel veel plek in het huis. Het is veel groter dan het andere, maar er is niet meer bewegingsplek, om het zo maar te zeggen. Want ik heb het gevuld met spullen dat we nodig hebben. Stinkt. Allee. Als je niet tot hier gaat komen, kan ik je geen eten geven, hè? Peuters. Tot laat moeten we jullie ook bijhouden. 7 uur, dat is lang. Dat is veel werk. Oh, wauw. Keet alles in handen, ja. Oké. Okay. Je hebt zin om even met iemand om te gaan. Oké, okay, dan. Kietelen. Knuffelen. Jij bent nu toch perfect, hè? Ja. Super. Terug aan het werk gaan is best moeilijk. En druk. Jongen. Zie je hoe zit dat? Zie je waar deze kindjes al jouw vrienden in school later? Oh, iedereen is terug. De verzorgingstalenten blijven niet onopgemerkt. Tessel Barry heeft een ontzettend goede bui. Toen ik hem ophalen. Ik zal het nieuws verspreiden. Wauw, Christian Koffenberg is in een geweldig humeur. Dat heb je goed gedaan. Geweldig, geweldig, goed, goed. Super. Oké. Okay. Eens zien hoe het met zo'n jongen gaat. Misschien dat je nu
hem kan leren lopen. Of nee, misschien wil zijn papa dat liever doen. Hij wil graag leren lopen. Waarom gaan we hem niet leren praten? Penseel. Dat is een belangrijk woord. Penseel. Wat komt er voor dat? Gewoon werk doen. Oké, doe maar rustig. Bijavola. Bansa. Chiga Zirkala. Oké, ik ga eerst maar naar het toilet hier. Kom ze aan je halen. Timzy. Wat doe je toch allemaal, meid? Ali, leren praten. Sorry, maar ik ben niet meer op de klok. Ik weet niet waar je ouders zijn. Waar zijn je ouders? Zit je vast? Madiha Marshall. Reset sim. Madiha Marshall. Schrijf het op. Ja, dag dag Madiha. That's a bow. Bija volala. Warbu zirkala. Ambu zirkala. Dat is goede vrienden met Kate. Schattig. Moeder, zoon en Tamsi. Schattig. Banza. Banza. Oh ja, dat is goed. Oké, het is laat genoeg voor jou, kleine man. Misschien dat we... Eden even zinnelijk moeten maken en hem dan in een bedje kunnen doen. Umifrib. Vernaka. Is hij. Komt er nu wel een balkje? Nee. Oké, jawel. Geen promotie. Oh, dat haat ik. Bijna. Allee. Eet jij maar gefrituurde vis. Oeh, bijna zindelijk. Heb je veel langer? Nee. Daarna mag Eden gaan slapen. Oh ja, doe mijn bad met schoenen. Slim idee, Kate. Tjoep, tjoep. Dan mag jij een anchovies sushi roll. Sushi. Voilà. Je hebt wel plezier nodig. Nog 2 dagen tot sneeuwvlokkendag. Ik weet het, ik weet het. Dan gaan we een feestje geven. For sure. Tjus, wat zin om... Nee. Je had iets van plezier doen. Maar we gaan niet even tv kijken. Eventjes tv kijken kan geen kwaad. En dan mag je deze opruimen. Ik weet dat je moe bent, Kate. Timzy, Timzy. Je moet het speelgoed nog opruimen. Speelgoed opbergen. En Mario begint te winnen. Begint alles weer helemaal opnieuw uit te bakken.
En misschien. Nee, ik zou ook graag willen dat je gaat plassen, mama. Dat blijkbaar niet. Oh, ik had al gezegd om me. Eden, ga naar hier. Allee, geef die jongen dan nog maar wat eten voor die gaat slapen. Anders wordt hij wakker van honger. Allee, op. Dan gaan we maar slapen. Kieken. Ongelooflijk. Ongelooflijk. TMZ. We gaan het doen. Oh, politie is gewoon beter opeens. Oké dan. Ga dan allemaal maar slapen en zal u maar wel verzorgen. Kate. Wauw. Kate, je bent echt prachtig vandaag. In ieder geval. Dat was het voor dit deel. Ik weet dat het een vrij rustig deel was, maar Kate ging terug aan het werk en het was er een beetje terug inkomen. Dus ja. Nee. 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 Is sowieso een zorgen. Ik weet niet of het deel korter is dan normaal. Het zou wel eens goed kunnen. Maar dan beloof ik jullie een langer deel volgende keer, hopelijk. En ik zie jullie graag terug volgende keer met meer Sims 3 Levensweg. Bye!